ontwijken. Toen komt hij er nog achteraan. In Dashcam laten we u gevaarlijke en opmerkelijke verkeerssituaties zien in Nederland. Hoe konden ze ontstaan en wie zijn de mensen die soms met gevaar voor eigen leven moeten handelen? Ja, ik vind dit rijgedrag echt bij de wilde beesten af. Vandaag reed de Dashcam mee met een paar brommergasten in de provincie Gelderland. Deze jonge wagenhalsen in de leeftijd van 16 en 17 jaar maken er een sport van zoveel mogelijk risico op hun tweewielen te nemen. Waarbij snelheden van boven de 100 km per uur worden gehaald. Ja, dit rijgedrag is natuurlijk volkomen onverantwoord, asociaal en levensgevaarlijk. Het opgestuurde filmpje duurt een minuut of 10 en onophoudelijk gaan deze gasten er fout in. Met gierende banden rijden ze echt door de bebouwde kom en over de provinciale weg. Waarbij denk ik dat snelheden van tegen de 100 gehaald worden. Er worden zelfs auto's ingehaald. Het is echt onvoorstelbaar. In een reactie aan ons laten deze kamikaze-bestuurders weten dat ze bang waren dat ze te laat op school zouden komen. En daarom het gas even flink opendraaiden. Als de jongens het Gelderse dorpje Scherpenzeel binnenrijden, blijft het gas vol openstaan. En rijden ze met extreem hoge snelheden door de smalle straten en bochten. Maar dit komt hun even later duur te staan. Ja, je kunt erop wachten dat het fout gaat, hè? Die jongens denken echt dat ze de controle over de machine hebben, maar in de bocht blijkt het tegendeel het geval te zijn. Het zijn gewoon hele matige coureurs die zichzelf volledig overschatten en voor elkaar stoer blijven doen. Een van de jongens is met zijn brommer tegen een bestelbus aangeklapt. Hij kan na de valpartij gelukkig zelf opstaan, maar krijgt terecht de volle laag van omstanders die het ongeval hebben zien gebeuren. Wat dan hier in de buitenbocht, joh? Ja, ze gaan een stelletje gekken van mij inhalen en dan is het achter weer die bocht door. Oh, toch wel? Ja, kom, ik denk dat ik stop echt, hoor. Want, je hebt nergens. Hij was de eerste al ontwijken en toen komt hij er nog achteraan. Ja, ik snap de woede van deze mevrouw heel erg goed. Op de brommer ben je gewoon enorm kwetsbaar. En als je zo'n jonge dood zou rijden, ben jij voor het leven getekend. Gebeurt niks? Ja, maar oh, dat is een beetje. Dat denk ik niet. Ik denk niet dat het daar is. Ja, dat is een kleur gaat. Ja, dat wel. Oh, ik kwam behoorlijk hard door die bocht in stuur, kom ik heel net een vijfje terecht. En kwam niet toen zo op. Ja, ik hoop van harte dat deze jongens door de politie gespot worden in het dorp waar ze deze capriolen uithalen. En een lesje verkeersveiligheid zullen krijgen. Kijk, nu zijn ze vooral een groot gevaar voor zichzelf. Maar als dit door blijft gaan, voorspel ik dat het een keer vreselijk fout gaat. Als er een kind oversteekt, ja, dan moet je er niet aan denken wat er gaat gebeuren. Bovendien zijn dit ook de automobilisten van morgen. En dan zie je vaak hetzelfde gedrag terugkomen. Het is simpel, aan dit soort hufters hebben geen behoefte in het verkeer. Heeft u ook een opmerkelijke video gemaakt met uw dashcam? Of kent u een verkeerssituatie die levensgevaarlijk is? Mail dan de redactie en wie weet zien we uw video dan een volgende keer in Dashcam. Het gaat niet goed met de verkeersveiligheid in Nederland. 621 doden in het verkeer, dat is echt schokkend. Ik heb zelf ook een camera in de auto. Mensen denken ook in beeld. Leveren Dashcam.